Oké, ik ga een point-to-point verbinding gaan aanmaken met de Microtik SXT-SQ5-assays. En dit zijn zeer kleine CPE's. Dat is mijn moeite. Kijk, dat gaat hier in mijn handpalm. En deze kunnen dus gemakkelijk ingezet worden om even welke point-to-point link. Ik ga je eerst even meenemen naar de Microtik website. En wat krijg je hier? Je krijgt hier een 24 volt voeding. Je krijgt hier de gigabit power over ethernet. En wat heb je nog? De metalen ring. Waarom de metalen ring? Je kan hier deze SXT gaan vastmaken, hier in deze opening. Ik ga dat even voordoen met een strapband. Ik kan dit hier gewoon gaan vastmaken. En hier doe je dit rond de paal. Oké, vind je dat niet goed? Wat kan je ook gaan gebruiken? Je kan een anti-noise shield gaan gebruiken. Je kan deze inmonteren met vier vijsjes. En deze zit vast. Je hebt hier uiteraard een sterkere opganging, waardoor de SXT stabieler kan worden geplaatst. Nee, anders met die strapbandjes heb je geen elevation. Nee, dit gaat niet. Door deze aan te kopen, en ik ga direct even kijken met jullie waar je deze kan gaan vinden. Oké, ik wil hier eerst en vooral even naar een website waar ik de SXT's heb gekocht. Dekdirect.nl. En ik beveel Dekdirect.nl aan omdat ze scherpe prijzen hebben en de service na verkoop is schitterend. Ik kan niet meer zeggen. Oké, ik ga naar Microtik. Dus hier aan het zoeken uiteraard. Ik ga naar 3. En hier zie je de SXT staan waarover ik het heb. Als je de prijs ziet, €52,25 van zo één toestel. Pak nu bijvoorbeeld, je hebt een point-to-point verbinding nodig. Dan heb je hier met 104, neem nu €105, heb je een point-to-point verbinding. Oké, dus in feite is dat niet veel geld. Goed, oké. Wat wil ik je nog laten zien? Dit anti-noise shield. Dit is nu het anti-noise shield waarover ik het heb. Deze, wat juist hier mankeert zijn de klemmen. Hier de klemmen, maar oké, dit hoef ik hier niet te doen of je hebt hier te veel lawaai. Oké, je ziet het hier. We gaan even naar de website. Dat is hier eurodk.com. Ik heb deze besteld. Ik heb daar wel 4 dagen moeten achter wachten, maar goed, ja, dit komt van Polen, dus ik vind dat nog te doen. Oké, heeft dat al zijn nut bewezen? Ik weet het niet. Ik vind het wel een goede oplossing om een betere houvast te hebben, om een betere montage te krijgen. En wat hier beweerd wordt, is dat de SXT de storingen die achteraan op de SXT komen, van andere access points bijvoorbeeld, die heb je niet. Want dit wordt afgeschermd door dit metaal. En dat is dus volledig van metaal. Maar ik ga dat toch wel even in de toekomst uittesten en je weet het te zeggen welke invloed dit geeft. Goed? Oké. We gaan nu over naar de configuratie van de SXT. En we gaan eerst beginnen met het access point, moet ik niet zeggen, want deze SXT's hebben een licentie 3. Dit wil dus zeggen dat je geen access point kan gaan draaien op de SXT's. We gaan even kijken naar onze lijst. Login op de SXT met Winbox en verwijder de default configuratie. Ik wil dus vanaf 0 beginnen om je te tonen hoe je dit moet gaan doen. En daarom ga ik de default configuratie gaan verwijderen.
We gaan dus naar Winbox. Oké, ik heb de SXT geopend en de eerste vraag dat ik hier krijg is: wil je hier de default configuratie gaan gebruiken? Ik zeg van niet, remove configuration. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga eerst naar System, Identity, en ik ga hier gewoon master schrijven. En je ziet hier master. Ik ga nu naar Bridge. Ik klik op Bridge en op plus. Bridge 1, de naam doet er eigenlijk niet toe, dus ik ga hier akkoord met Bridge. Ik ga naar poort en ik ga hier de WLAN 1 in deze poort gaan plaatsen en Ether 1. En dit is alles wat we hier moeten doen in deze bridge. Ik ga nu de bridge een IP-adres geven, dus ik ga hier dit sluiten. Ik ga naar IP-adresses. Ik klik op plus. Ik selecteer hier de bridge en ik ga hier 192.168, ja, 88, 10/24 gaan ingeven. Oké? Goed, dat moet ik nu nog doen. We gaan even kijken naar de lijst. Dus login op de SXT, punt 1 heb ik gedaan. Maak een bridge aan en plaats WLAN 1 en Ether 1 in de bridge. En ik heb een IP-adres gegeven aan deze bridge. Nu ga ik dus de draadloze interface gaan instellen. Oké, dus we gaan terug naar Winbox. Ik klik op wireless en dubbelklik op WLAN 1. Ik ga niet naar security profile, want dit hebben we niet nodig, omdat wij het NV2 protocol gebruiken. We moeten dus op een andere manier gaan beveiligen. Dus ik klik hier op WLAN 1. Het eerste wat ik ga doen, ik ga naar wireless, is de LAN-instellingen gaan goed zetten. Dus ik ga naar frequentiemode, regulatory domain. Ik ga hier mijn land instellen, Belgium, en MikroTik gaat er direct van uit dat deze SXT's gaat gebruikt worden outdoor. En ja, dat is maar goed. Oké. Deze zijn voor outdoor gebruik. Wat geeft dat voor invloed? Indoor, hè, want je kan hier ook indoor gaan inzetten of any. Dus any wil zeggen indoor of outdoor. Indoor en het outdoor. Als je 5 GHz gebruikt en je gaat voor outdoor, wordt hierdoor de kanalen bepaald, de outdoor kanalen, en het uitgestraald vermogen van de SXT. Deze is bij wet beperkt tot 1 watt. Gebruik je deze nu indoor, ga je 200 milliwatt gaan uitzenden. Dit is ook bij wet bepaald. Dat is nu het verschil tussen de outdoor en indoor. Ik ga hier nu naar mode. Ga ik bridge selecteren. Aangezien AP bridge kan ik niet gaan gebruiken. Goed. En deze gaat hier direct al wijzigen. Dus wij moeten naar bridge. De band die wij gaan gebruiken is hier 5 GHz only AC. Ik ga dus gewoon only AC gaan gebruiken. Channel width IC. Ik heb dat al uitgelegd in een andere tutorial. Ik ga nu voor 5.700 GHz. Je weet dat de kanalen 20 MHz breed zijn. Ga je hier 5.680 MHz, dat is hier uw I
En de Si is je centerfrequentie. Dit is hier 5.700 gigahertz. Oké, goed. Wat gaan we hier als SSID ingeven? Dus wireless info, point to point. Ik ga dit gaan kopiëren. Dus ik ga dat hierin plaatsen. Wat hebben we hier nog te doen? Wireless protocol gaan we dus NV2 gaan gebruiken. Goed. Voor de rest hoeven wij hier niets te doen. Behalve moeten we de NV2 point-to-point nog gaan beveiligen. Ik ga eerst op apply klikken. En ik ga hier verder door naar NV2. Security. Hier mag je een paswoord ingeven of een passphrase gaan ingeven van 64 karakters lang, maximaal. Oké, ik ga nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gebruiken. Dat is hier toch maar een demonstratie. Ik klik op apply en oké. En ik ga deze gaan inschakelen. Dus ja, oké. Onze access point moet ik niet zeggen, maar onze master is geconfigureerd. Oké, dus punt 4 heb ik ook gedaan. Wat gaan we nu doen? Ik heb dus de SXT aangesloten, de tweede. Ik heb dus hier een bridge aangemaakt. Bridge 1. Ik heb in deze bridge WLAN 1 geplaatst en Ether 1. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb deze het IP-adres gegeven. 192.168.88.10/24. Dat is het subnet. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb dus de link gemaakt. En ik heb hier de SSID gegeven, wireless info, point to point. Nu ga ik deze gaan configureren en we gaan een verbinding maken naar de master. Oké, goed. Ik ga naar Winbox en we gaan verder met het configureren van de tweede SXT. Oké, we gaan naar Winbox. Je ziet hier, ja, de default configuratie is geladen, dus ik ga hier op MAC-adres verbinden. We gaan terug, remove configuratie, want de default configuratie gaan we niet gebruiken. Ik ga nu eerst en vooral naar System Identity. Als naam ga ik deze slave noemen. Zo. Wat ga ik doen? Ik ga terug naar Bridge. Ik ga de Bridge aanmaken. Dus ik klik op plus. De naam Bridge 1 is goed. En ik plaats hier bij Ports WLAN 1. En Ether 1 in deze Bridge. Ik ga deze Bridge van een IP-adres voorzien. Dus ik klik op IP. Adres. Ik klik op plus en ik selecteer de bridge. Ik ga hier 192.168.88.11/24 gaan ingeven. Dit is ook gedaan. Dan gaan we even kijken naar de lijst. Dus wat heb ik hier allemaal gedaan? Punt 1. Punt 2. En punt 3. En nu gaan we hier. En wat staat er hier? Configureer de WLAN 1 en verbind met SXT 1 moet dat zijn. Goed. Oké, dat gaan we dus gaan doen. We gaan terug naar de SXT slave. Ik ga naar wireless. Eerst en vooral wat ik ga doen zijn de LAN-instellingen. Oké. Dus ik ga hier terug frequentiemode, regulatory domain. Ik ga hier voor België en de installation is outdoor. Voor de rest hoef ik eigenlijk niets te doen.
ik ga naar scan. En ik ga gaan scannen naar dit access point, naar de SXT. Goed, dus ik klik op start. Goed, wireless info, point to point. Terwijl ik deze hier selecteer en terwijl deze scant, moet je gaan verbinden. Dus klik op connect. En hier zie je dat er nog steeds geen verbinding is. Wat moeten we hier doen? Ik moet hier ook naar Envy toe, security gaan aanvinken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gaan ingeven. Ik klik op apply en nu zou ik verbinding moeten hebben. Zo, oké. Dus ik ben geconnecteerd. Goed, dit gedaan zijnde ben ik dus eigenlijk, heb ik mijn point-to-point link gerealiseerd. Dat is dus een goed begin, maar in de volgende tutorial ga ik je laten zien hoe je deze nog meer kan gaan fine-tunen. Oké, maar dat laat ik je zien in een volgende tutorial.